Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 4 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Ik ben een beetje druk in mijn hoofd. Ik wil nog zoveel doen en dat komt gewoon zondag verjaardag. En dan wil je gewoon op de een of andere manier dat alles ja, gewoon heel goed is. Maar het is verder gewoon goed. Het zit gewoon in mijn hoofd. Ik wil zo meteen wel eventjes mijn koelkast schoonmaken, want er zit een klomp ijs in. En het is wel even lekker als die schoongemaakt wordt, dan morgen ga ik boodschappen doen. En er moet van het weekend natuurlijk toch wat meer in, met wat meer drinken. En er moet een taart in en dat soort dingen. En ik heb niet een super grote koelkast en voor mezelf red ik het altijd prima. Maar ik vind met de verjaardag altijd wel een dingetje om alles goed koud te houden voor iedereen. Dus ik hoop dat dat allemaal lukt. Dus ik dacht, dan kan ik het gelijk wel even schoonmaken. Vind ik ook wel een lekker idee. Dus daar neem ik jullie dan wel eventjes in mee. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna gewoon weer naar B&B Vol Liefde. Ja, ik blijf me verbazen. Ik zat weer met open mond te kijken en ik dacht, wat ben jij een hork. Het gaat dan vooral om Mike. Ik krijg vanaf het begin af aan niet echt hoogte van deze gast. Ik heb al heel erg het gevoel van hij is eigenlijk gewoon niet klaar voor het liefdesavontuur. Of hij durft zich niet te binden. Want hij had met één iemand wel een hele goede connectie. Ja, ik vond haar echt onwijs vervelend. Maar oké, hij voelde het wel. Maar ze voelden het allebei wel. Maar ze kreeg toch te weinig terug van hem. Waardoor ze toen besloot dat van ik ga weg. Nou, toen heeft hij zich weer helemaal opengesteld voor de nieuwe kandidaten. Maar sommigen stuurden die letterlijk na één dag al weg. Want ja, zijn hoofd zat vol en dit en dat. Nou ja, nu heeft hij weer contact met haar gezocht. En volgens mij worden die andere twee nu weer gewoon weggestuurd. Dus ik vind het echt een hork. Maar goed, daarna nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik lekker mijn vlog af gaan maken. Dus die staat klaar. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gaan uitzoeken. En ik ga heel even kijken hoe die heet. Hij is vrij nieuw op Netflix. Want, even kijken, heb ik wel een goede aandruk. Ik had er even een screenshot van gemaakt op de tablet dat ik zelf hem goed kon opzoeken. Respira heet deze. Dit gaat over een ziekenhuis, een Spaans ziekenhuis. En dat draait dan voornamelijk ook om de vier stagiaires die daar lopen. En je ziet ook wel een deel van eigenlijk dat ze gewoon bijna geen plek hebben voor nieuwe patiënten. En ik zat er gelijk wel lekker in. Ik vond het wel heel erg mooi. Normaal hebben ziekenhuisseries niet per definitie meteen mijn aandacht. Ik vond Nieuw Amsterdam heel mooi. Vroeger keek ik ook naar Spoed. Misschien dat je dat als Nederlandse kijker ook kent. Maar ik denk vooral de Vlaamse kijkers misschien. Want het was een Vlaamse serie. Was ook wel echt goed. Maar soms ook wel dat ik dacht, oei, er was een keer iemand die had een voet gespiest. En dat soort dingetjes. En toen dacht ik, ai. Ook al is het dep, het was zo goed gemaakt. Maar goed, deze sprak me op zich wel aan. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon kijken. Ik weet niet hoe hoog de matchscore was. Hij is dus vanaf 30 augustus pas op Netflix te vinden. Dus dat is nog niet zo heel erg lang. En ik dacht, oh, nou, ik wil het eigenlijk wel een kans geven. Ik vond het gelijk wel mooi. Ook niet superveel afleveringen. Maar ja, op zich wel een hele leuke serie. En dan kan ik als dit is afgelopen gelijk weer door met Emily in Paris. Dus dat was mooi. Daarna zie je zij gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen. En toen ben ik gaan slapen. Maar ben gewoon een beetje onrustig. Slapen is niet zo lekker. Het is warm. Ik kan mijn draai niet vinden. Ik weet het gewoon allemaal niet. Komt uiteindelijk wel weer goed. Nou, zoals ik dus zei, dus net ga ik de koelkast doen. Ik ga ook gewoon even de woonkamer doen. En nou ja, ik neem jullie gewoon mee. Dus ik ga even lekker muziek aan doen. En dan ga ik eens eventjes lekker aan de gang. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. En ik zou blij zijn als de koelkast weer lekker schoon is. We'll be right back.
Zo, deze is weer lekker schoon, dus die kan ik nu inruimen. Maar hij was ook wel echt wel een beetje vies. Maar hij is nu weer heerlijk schoon, dus dat geeft weer een fijn gevoel. Dus ja, ik ga hem nog eventjes inruimen en dan is hij weer lekker klaar. Zo, ik ben klaar. Maar oh, het zweet staat echt overal. Mijn armen zijn helemaal bezweet. Ik heb het helemaal warm. Mijn benen, ik ben gewoon één groot zweetbonk nu. Ja, groot zweetbonk, grote zweetbonk. Het was gewoon allemaal best wel warm en dan ben je bezig en je doet het allemaal tussendoor natuurlijk. En ja, dat blok ijs had ik eigenlijk zo los, dat stelde niks voor in die koelkast. Dus nou ja, goed, alles gewoon. Ik heb de platen en zo heb ik met de Dasty, een sopje van Dasty gemaakt, heb ik allemaal schoongemaakt. Maar ik vind het normaal dan lekker als je koekjes optrekt dat je echt zo'n vers luchtje ruikt, maar dat had ik nu nog niet. De vriezer die had ik zondagavond nog ontdooid, dus dat was ook al klaar. Dus op zich wel lekker dat dat weer klaar is, maar... Het was even gewoon veel. Ik heb ook mijn hele kleed weer met waspoeder gedaan. En helemaal goed stof gezogen. Die ruikt ook weer lekker. Dus alles is wel weer klaar. Maar ik ben het gewoon heel erg zat. En ik heb het warm. Dus ik ga zo even lekker in de relaxmodus. De katten hebben net lekker eten gehad. Ik heb de twee planken in de keuken ook alweer schoon. Dus dat is ook alweer fijn. En nou, dan ga ik dus eventjes lekker relaxen. En dan ga ik straks lekker, lekker douchen en eten. Oh, die douche kan ik nu al heel erg op verheugen. En dan vanavond gewoon in goede tijden en B&B voor liefde. Spelletje doen, blogpost schrijven, vlog uploaden, thumbnail maken. En dan lekker verder met die ziekenhuisserie en CSI. En dan nog eventjes naar bed met mijn boek lezen en dan morgen boodschappen doen. Dus ja, dat is weer voor morgen. Maar nu, nu gewoon eventjes lekker relaxed. Ik moet nu eventjes weer een beetje opladen. Want ik heb het gewoon onwijs warm en ik ben moe. Dus ik ga bij deze dan ook gewoon zeggen tot morgen. Ik heb de koelkast intussen wel ingeruimd trouwens. Dat heb ik jullie niet laten zien, maar is verder niet heel interessant. Zoveel bijzonder staat er nooit in mijn koelkast. Maar goed, nu ga ik echt zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 5 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb heel veel stress gehad. Ik begon met een pakketje. Ik koop wel eens voor mezelf een verjaardagscadeautje. En die had ik bewust maandag al besteld. Ik dacht, als het dan misgaat met de bezorging, kan ik hem donderdag nog ophalen bij het ophaalpunt. Hij zou gisteren bezorgd worden. En toen kreeg ik dus te zien dat ze het bezorgmoment niet konden halen. En dat het daarom niet bezorgd werd. Toen dacht ik, chips. Nou, het zou vandaag komen. Dus ik dacht al helemaal, ja, chips, weet je wel. En ik moet boodschappen doen. Dan zul je net zien dat het misgaat, dat ik er niet ben. En dat het naar het ophaalpunt gaat. En dan heb ik het niet met mijn verjaardag, want op zondag is het dicht. Stress gehad voor niks, want het is gewoon bezorgd. Dus, en ik moet nog boodschappen doen, dus het is er nu gewoon. Dus dat was wel fijn. Nou, toen heb ik gisteravond wel gewoon goede tijden gekeken. En de B&B vol liefde. Spelletje gedaan en alles. En toen heb ik een blogpost geschreven. Toen ging ik de vlog uploaden. Ging op de een of andere manier mis. Ik kreeg steeds een foutmelding dat hij niet geüpload kon worden. Ik begreep er maar niks van. Nou ja, ik denk ga ik maar even Netflix kijken. CSI gekeken. Nou ja, toen ging ik naar bed. Toen was het weer niet gelukt. Dus toen heb ik die vlog opnieuw opgeslagen. En nou, intussen had ik mijn boek gelezen en de upload weer aangezet. Maar ja, hij was nog niet klaar toen ik ging slapen. Dus ik denk, nou weet je, ik laat hem wel aanstaan. Ik ga gewoon slapen en dan zie ik het morgen wel. Dus toen was ik al een keer heel vroeg wakker, want ik moest een keer naar de wc toe. En toen moest hij nog gaan verwerken. Want ja, omdat de computer slaat dan, zeg maar, een scherm slaat op zwart. En dan gaat hij ook niet verder. Dus ik dacht, oh, lekker dan. Nou, uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen en was hij dus, uiteindelijk was hij gewoon klaar en toen is hij gewoon online gekomen. Dus het is allemaal wel weer gelukt, maar ik vond het even heel erg veel stress. Ik ga nu even de stofzuiger er doorheen trekken, want de vriendin van mijn vader die is er denk ik rond 2:30 en ze zou even bellen als ze er bijna was en dan... Gaan we even de boodschapjes doen. Ik heb een lijst, dus het moet vast goed komen. Mocht ik nog iets vergeten zijn, kan mijn moeder het eventueel nog halen. Dus ik neem jullie wel even mee met boodschappen doen. Maar dat was even de stress die ik had. Dus nu ga ik eventjes wat doen en dan zie ik jullie sowieso weer als ik weer thuis ben. We'll be right back.
van de boodschappen. Die ga ik even laten zien. Dan kan ik snel opruimen. Ik heb 2 keer fles 7-Up. Voor mijn eigen drankje. Zakje met patatjes. Frikandellen. En ik heb er wat meer gehaald. Die waren nu 1 euro. Want dan maak ik gewoon wat kleine frikandelletjes erbij. Voor natrie heb ik Cassis. Mike's Fingers voor Yara. Fristi voor Lente. Toetjes. Cupsoep was 1 plus 1. Zakje naturel chips. Dan hebben we hier kwark voor de taart. Slavinka. Slagroom. Deze was in de aanbieding en die vind ik zo lekker in die ijskoffie. Die gaat best wel veel in. Slagroom voor op de taart. Flesje frietsaus. Aardappelschijfjes. Borrelnootjes. Boter voor in de taart. Speklapjes. Dat was dat. Ik heb nog dit leuke t-shirtje gehaald. En boontjes. Ik kreeg gratis chocoladereep voor mijn verjaardag bij de Lidl. Haribo vers. Dit leuke jurkje nog. Mondspoelwater. Kattenvoer. Energy voor Nathalie. En een schnitzel voor straks, want ik wilde ze tekenen, die hadden ze niet. Ik heb het jurkje ook in deze kleur. En het t-shirtje ook in het wit. Dus dat is wel leuk. Dan heb ik een pakje wijn. Banaan voor Yara. Gratis paprika. Batterijen, want mijn klok staat niet goed en ik heb geen normale batterij meer in huis. Voor mezelf een blikje Red Bull. En een pak chocomel. Dus dit is het. Dus dit ga ik nu even gaan opruimen. Dan is dat ook klaar. En dan is het voor de katten straks ook weer tijd om te eten. Zo, klaar. Alles is opgeruimd. Dus dat is wel lekker. De katten hebben net eten gehad. Ik had even met een vriendin van mijn vader nog eventjes hier wat gedronken. Nog even een beetje gekletst. Toen gingen ze ook naar huis. Want ja, ze moesten ook nog eventjes rijden. En dan ja, kon ze ook weer met eten beginnen en dat soort dingen. Dus nou ja, gewoon allemaal was prima. Het was op zich, qua drukte viel het op zich nog wel mee. Maar je moet gewoon wat meer nadenken omdat je wat meer boodschappen hebt met de verjaardag. Maar ik ben blij dat het allemaal gelukt is. Dat is ook wel weer een vink in mijn lijst. Want ik denk, ja, dat is fijn dat dat allemaal gelukt is. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik ben ook een beetje moe. Dat komt eigenlijk voornamelijk omdat ik slecht heb geslapen. Dus ja, dat is nu wel gewoon eventjes een beetje vervelend. Maar dat gaat ook wel weer goed komen uiteindelijk. Maar voor nu is het wel lekker om dan nog eventjes lekker te kunnen relaxen. En dan straks lekker douchen en eten. Vanavond zijn goede tijden en gewoon weer de B&B voor liefde. Eventjes spelletje doen en dan ga ik lekker mijn foto's bewerken. Verder met de Netflix-serie die heel spannend eindigde gisteren. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het nu verder gaat. Of dat er echt gaat gebeuren wat ik denk dat er ging gebeuren. Maar dat moet ik maar even zien. En nog even zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed weer verder mijn boek lezen. En hoop ik dat ik nu een wat fijnere slaapnacht heb. Misschien vannacht er even mijn slaapmasker op toe. Maar die kon ik al een paar nachten niet vinden. Die ligt ergens in mijn bed of ernaast. Dus die moet ik eventjes opzoeken. Maar goed, dat ga ik dus eventjes doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker in de relax-modus. Dus eventjes mijn spijkerbroek verruilen voor een beetje een makkelijke broek. Want dat zit niet lekker op de bank. En dan ja, komt dat straks allemaal ook wel weer goed. Dus ik zal bij deze dan gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 6 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen van Catrice. Dus dat staat er mooi op. Dus daar ben ik blij mee. En ja... Dat vind ik altijd wel weer een fijn gevoel als dat allemaal gelukt is. Het zou vandaag een hele warme dag zijn. Maar volgens mij valt dat reuze mee. Want als ik heel even check. Zie ik gewoon dat het is wel... als hij er zin in heeft. Dat heeft hij overduidelijk niet. Eventjes opnieuw laden denk ik dan maar.
Gewoon niet 10. Het is 24 graden. Het is half bewolkt. Het heeft ook geonweerd en geregend. Nou wordt er vanavond ook weer regen voorspeld. En ik merkte gisteravond al dat het buiten heel erg hard waaide. Dus ik dacht dan, nou, ik weet niet of dit heel warm wordt. Maar ik vind het prima, weet je. Ik heb even lekker het raam opengezet. Dan kan de deur straks open. Ik denk dat ik hem ook even in de slaapkamer even open doe. Dus ik vind het prima. Gisteravond gewoon lekker goede tijden gekeken. En daarna weer ben je vol liefde. En toen heb ik even een spelletje gedaan en heb ik lekker mijn foto's bewerkt. Ging allemaal heel goed. Even wat computerdingetjes gedaan. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Ik geniet er zo intens van, ook al is het best heftig soms. Ik vind het echt een geweldige serie. Ik hoop echt dat er een seizoen 2 van komt. Ik had niet verwacht dat ik dit ooit nog zou zeggen, omdat ik normaal niet een heel groot fan ben van ziekenhuisseries. Maar deze is gewoon echt heel fijn om naar te kijken. Dus daar ben ik blij mee. Nou, toen heb ik nog even CSI gekeken. Toen heb ik lekker in bed mijn boek gelezen. En ben ik gaan slapen. En ik heb gewoon goed geslapen. Ik merkte gewoon, alle stress was weg. Het stress van het pakketje. Ik had nu natuurlijk niet de stress van de vlog die niet geüpload wilde worden. Ik vond het zo'n fijn gevoel dat ik mijn boodschappen binnen had voor mijn verjaardag. En gewoon ook de rest van de week uiteraard. Want ik ga volgende week gewoon weer. Maar ik vond het zo'n fijn gevoel. En dan heb ik gelijk een stuk rustiger geslapen. Dus dat is fijn voor de gemoedstoestand. Ik heb eventjes een kapseltje uitgeprobeerd voor mijn verjaardag. Met de krullen. Hoe lang het blijft zitten, dat gaan we wel weer zien. Het is al een beetje uitgezakt. Het zag er straks veel voller uit. Maar op de een of andere manier lukt dat niet helemaal. Kijk, Tijger gaat nu van het gordijn af. Kunnen we gelijk even wat meer licht maken. Ook is wel heel veel licht. Maar maakt niet uit. Ja, dat eigenlijk. Ik ga zo eventjes lekker stofzuigen. En dan ga ik eventjes de handwas aanzetten met wat nieuwe kleding. Dus die kleding van de HEMA kan er mooi in. En mijn nieuwe jurk uiteraard. En dan ga ik foto's maken. Ik ga mijn blogfoto's alvast doen vandaag. Normaal gesproken doe ik dat op zondag. Nou ja, nu is natuurlijk zondag mijn verjaardag. En ik zie gewoon even geen andere mogelijkheid wanneer ik dat anders zou doen. Anders zou ik zeggen, doe het op zaterdag. Gaat nu ook niet, want ik ga morgen ook taart maken en zo. Dus ik dacht, nou, doe ik het gewoon lekker vrijdag. Weet je, ik hoef vandaag de slaapkamer niet te doen. Waarom doe je het niet vandaag? Dus dat ga ik gewoon doen. Dus ik ga jullie daar gewoon eventjes weer een keertje bij meenemen. Sommigen vinden dat ook wel leuk om te zien hoe ik dat doe. En ja, mocht je dat absoluut niet leuk vinden, spoel het dan ook lekker door. Hoor. Helemaal geen probleem. Maar ik dacht, nou, dat is wel eventjes lekker. Ik ga dat eventjes doen. Dus ik ga even zo meteen een muziekje aanzetten. En dan ga ik hier eventjes wat doen. En dan ga ik die kleding bij elkaar pakken. Dan kan dat in de handwas. En dan is het allemaal schoon. En dan ben ik blij. Ik had een hele leuke reactie gehad op het jurkje trouwens. En omdat het nu zo is, minder is qua warmte, kan ik hem zondag ook zeker aan. Ik merkte net met video opnemen dat ik mijn kettetje niet om had. Voelt me gelijk heel koud. Maar goed, dat ga ik nu dus doen. Dus ik neem jullie mee. Dus tijd om even wat aan de gang te gaan eigenlijk. Even wat spulletjes gepakt voor de foto's. Ik heb hier de Sunnyside Up Liquid Bronzer van Kruidvat. Dan heb ik hier de Skin Glaze Hydrating Serum Primer van Catrice. En dan heb ik de Electric Glow Color Changing Lip and Cheek Oil. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. En daar ga ik jullie dus bij meenemen. Dus misschien vind je dat wel weer leuk om te zien weer.
Kijk, ik had vandaag weer een keer dit pakje uit de kast gepakt. Het is dus los van elkaar, want je ziet hier mijn hemdje. Het is dus een broekrokje, want kijk, als je dit rokje optrekt, zit er gewoon een broekje onder, wat echt ideaal is. Maar het zit zo lekker en ik dacht, nou, vind ik nog wel even leuk. Kan nu nog mooi even, nu het nog wat zomers is. Maar ja, hij zakt een beetje af, want kijk, hij zit een beetje los. Ik kan hem niet heel strak aantrekken, maar ja, ik voelde me wel weer een keer leuk in dit pakje. Dus ik dacht, hij is van vorig jaar, ik heb hem vorig jaar bij Scapino gekocht. Ik heb er nog steeds wel veel plezier van. Dus dat is leuk om dan weer dat even terug te zien in je kast. Handwasdraai, die had ik bewust aangezet na het opnemen van de video. Omdat het anders een beetje irritant is als je die wasmachine op de achtergrond hoort. Foto's zijn gemaakt. Dat is ook allemaal weer gelukt. Dan kan ik het vanavond mooi importeren. Want ik had nu geen computer aan. Dus dat doe ik dan vanavond eventjes. Maar dat is allemaal wel weer lekker. Maar ik heb nu ineens wel heel erg jeuk op mijn armen. Maar ik was een beetje aan het vervellen. Omdat ik natuurlijk een beetje verbrand was. Nou valt het nu, zie je het niet zo heel erg meer. Heel licht nog. Maar ik was een beetje aan het vervellen. Ja, verder is het eigenlijk allemaal wel weer redelijk gelukt. Ik heb de grootste was heb ik al opgevouwen. Die heb ik eraf. Die kan morgen naar boven. Er hangt nog wat ondergoed. Dat moet dan nog terug opgeruimd worden. Ik baal altijd alleen een beetje, want als ik alles open heb, ook op de slaapkamer, dan klapperen steeds mijn fotolijstjes om. Gelukkig zijn het van die fotolijstjes van de IKEA waar geen echt glas in zit, dus het gaat niet kapot. Maar die gaan dan zo omlaag. Dus ja, eigenlijk was het wel een prettig middagje. Ik ben blij dat de video weer erop staat. En nou, fijn om de foto's te maken. Ik vind het soms een beetje moeilijk om wat uit te kiezen, dus ik heb nu gewoon weer wat dingen uitgekozen. En ja, als het dan straks afkoelt, dan kan ik boven ook lekker verder. Want het was nu met het warme weer niet te doen. Ik heb wel weer een melding gehad voor regen. Dus ik ga ervan uit dat straks nog wel even lekker gaat regenen. Nou, laat maar komen. Ik heb er zin in. Ik ben er gewoon klaar voor. Ik heb gewoon heel erg zin in de herfst. Maar ik ben ook wel gewoon echt zo'n herfstmens. Ik hou een beetje van het knussen. Leuk joh, dat lipgloss. Nou, als het wasje zo klaar is, ga ik die nog even ophangen. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. En dan vanavond ga ik lekker Hudson & Rex kijken. Daar heb ik ook alweer zin in. Voor de nagellak eraf halen. Dat kan nu wel. En dan heb ik ook gelijk schone nagels. Omdat ik morgen ook met de taart aan de gang ga. Dus nou, dat is ook wel weer lekker. Ik was blij dat het er nog zo lang op heeft kunnen zitten. Omdat ik dat nog wilde gebruiken voor de video. Omdat dit bij de video hoorde. Ik vind het gewoon altijd mooi om een video op te nemen met nagellak op. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft prima. Nou, en dan ga ik nog even vanavond een spelletje doen. Ga ik mijn blogpost schrijven en eventjes mijn video in elkaar zetten. Hopelijk gaat het nu goed met uploaden. Dat ik niet weer dat gezeur heb. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix serie. En daarna weer Scott en Bailey. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan is het ook wel weer een keer tijd om te gaan slapen. Maar ik ben op zich wel blij. Ik vind het wel lekker het middagje wat ik nu heb gehad. Ook wel gewoon niet extreem veel gedaan. Maar wel de dingetjes die ik wil doen, dat is gelukt. Dus nou. Ik ga eventjes kijken of de was zo klaar is en dan ga ik jullie gewoon morgen zien. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 7 september. Ik ben klaargemaakt. Het is op zich nu nog wel een wat warmere dag. Het is warmer dan verwacht. Gisteren was het juist koeler. Maar goed, we zien wel even hoe dat loopt. Ik hoop eigenlijk straks nog wel even mijn raam open te kunnen doen. Dat vind ik wel lekker. Vandaag een beetje druk. Ik moet zometeen taart maken voor morgen. Ik moet even alle spullen naar beneden halen die koud moeten. Ik wil vast even mijn kleding klaarleggen en mijn make-up en dat soort dingen. Ik moet de versiering naar beneden halen, want ik ga vanavond natuurlijk wel versieren. Want dat vind ik gewoon altijd leuk. Dus ja, best wel even het een en het ander doen, maar dat is niet erg. Dat is ook wel lekker. Gisteravond heb ik gekeken naar Hudson & Rex. Dat was weer een hele mooie uitzending. Toen nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost gaan schrijven is allemaal gelukt. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna Scott en Bailey. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik nog even mijn boek gelezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Maar ik was helemaal vergeten te vertellen, mijn klok is kapot. En het is echt wel een klok die ik heel leuk vind, want het was dus een iPhone. Maar hij blijft dus staan. Kijk, het is een iPhone. Het is een hele oude iPhone, maar dat maakt niet uit. Maar goed, hij is dus kapot gegaan. Ik had nieuwe batterijen gekocht. Ik had gezien dat hij stil bleef staan. Toen had ik nieuwe batterijen gekocht en die had ik erin gedaan. Want ik had van de week mijn poriën even uitgezogen. Toen merkte ik al dat de batterijen die ik had liggen niet echt fantastisch meer waren. Dus ik had nieuwe batterijen gekocht. Die had ik in de klok gedaan, maar hij ging niet meer lopen. Dus ik baal er echt enorm van.
Want ik was zo blij met die klok. Nou ja, met de tijd maar een keer een andere kopen. Maar dan moet ik echt iets tegenkomen wat ik ook leuk vind. Wat ik vind gewoon een random klokken vaak niet heel bijzonder of zo. Maar ik wil dan ook wel iets leuks. Maar dat komt wel. En weet je, ik heb een horloge, ik heb een telefoon. Dus ik zie altijd wel hoe laat het is. Het is alleen lastig voor mensen die eventueel op bezoek zijn. Maar ja, zoveel bezoek heb ik ook niet. Dus het maakt op zich niet uit. Maar ik behalde gewoon van dat die kapot is. Ik ga nu even stofzuigen en de boel scheppen. Ik had al een kaartje binnen, maar ik ga hem morgen pas openmaken. Ik weet niet van wie die is, want ik kon het handschrift niet ontdekken. De familie neemt het gewoon mee, omdat het morgen is. En ik zei ook, ja, het scheelt ook weer een postzegel. Want ja, postzegels zijn ook niet goedkoop niet tegenwoordig. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan neem ik jullie mee bij het maken van taart. Ik hoop dat het lukt. Maar het komt vast goed, ik heb het wel een keer eerder gedaan. De vaatwasser moet ook nog even leeg. Dus genoeg klusjes op de planning. Dus maar eventjes gauw aan de gang met muziek aan. Dan komt alles vaak weer goed. Zo is de taart geworden. Ik heb hem niet helemaal glad gekregen, maar ik denk dat hij even goed wel lekker zal smaken, hoop ik. Dus, nou, dit is in ieder geval klaar. Ik heb de koelkast verder ook gevuld met al het drinken en zo. Nou ja, dit kan nu mooi opstijven. Dan hebben we morgen taart. Oké, de grote klusjes zijn klaar. Ik heb echt een hele vieze bril voor mijn gevoel. Ik zal even schoonmaken. De taart is klaar. Alle versiering is beneden. Alle drinken in de koelkast. Vaatwasser is leeg en weer ingeruimd. Alles van de taart maken is opgeruimd. Even een paar dingen met de hand afwassen. Want dat is een pannetje die gebruik ik ook altijd voor mijn jus maken. En als hij nu in de vaatwasser gaat, duurt het even voor die schoon is. Ik had even mijn oplaadsnoertje gepakt van die lamp, want die was leeg. Dus die wil ik ook even opladen. En dan heb ik eigenlijk het meeste wel klaar. Dan is het straks alleen vanavond nog versieren. Laatste was eraf. Even de make-up klaarleggen en die is het wel goed. Maar nu ben ik ook wel echt heel moe. Ik heb het heel erg warm gekregen van de bezigheden. En dat is niet erg, maar het is even wennen. Omdat ik dat normaal niet zo heb, maar dat komt ook wel weer goed. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik dus wel te Land en Zee in de lucht kijken. Maar ondertussen ook versieren. Ik heb al mijn feestelijke hamster neergezet. Kijk, dit is de feesthamster. Die heb ik al neergezet voor de verjaardag. Nou ja, dan ga ik als ik de vlog klaar heb nog even wat andere klusjes op de computer doen. En dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En Danny Lewinsky, dan ga ik lekker naar bed. Mijn boek lezen en dan ga ik slapen. En dan morgen weer een beetje op tijd op, want dan komt er zitten. En dan wil ik ook nog even goed stofzuigen en dweilen.
Omdat Yara ook komt en die speelt heel veel op de grond. Dus ik wil niet dat ze iets in haar mondje krijgt wat ze niet mag. Goed, ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 8 september. Ik ben klaargemaakt en ik ben jarig. Ik heb net al van allerlei dingen gedaan. Ik heb de stofzuiger er doorheen getrokken en ik heb even de dweil er doorheen gehaald. Dus alles is verder ook helemaal klaar. Ik had eerst toen ik wakker werd na het sportje, heb ik even de kaart bekeken die ik had gekregen. Die was van mijn coach. Ik zal hem zo even laten zien. Hij was echt super leuk. En nou, dan hoef ik eigenlijk alleen zelf nog even mijn tanden te poetsen en wat lippenstift op te doen. Maar ik heb het nu alweer bloedheet, want het is toch wel weer erg warm. Maar ik heb wel mijn nieuwe jurk aan, maar ik zal straks wel even laten zien in combinatie met schoenen. En ik heb een panty hieronder, dus prima. Ik heb 2 knoopjes in mijn ketting. Nou, gisteravond druk geweest met versieren, zal ik ook even laten zien. Duurde toch nog iets langer dan gedag gepland, maar het is eigenlijk allemaal wel gelukt. En ja, dat was eventjes even iets meer. Dus ik heb het tussen de land en zee in de lucht een beetje doorgedaan. En tussen 30 seconds. Want ja, dan liet de ene slinger liet weer, of de ene vlaggenlijn liet weer los. Dat was een beetje een drama. Maar ja, goed, ik vind het toch altijd wel gezellig om een beetje te versieren. En nou ja, nu ben ik verder klaar voor de suikerpot bijvullen. Kan ik even de spullen voor de koffie klaarzetten. En dan is het ook goed, want dan kan ik wachten tot ze er zijn. Duurt ze nog even, het is nu 10 over 1. Maar ik dacht, dan maak ik eerst alle klusjes klaar. Nou, verder heb ik nog eventjes Disney Dreamland Valley gedaan. En toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken, Nanny Lewinsky. Toen ben ik naar bed gegaan, mijn boek gelezen. Ik kwam slecht in slaap, gewoon slecht geslapen, niet echt lekker. Vanmorgen al een keer heel vroeg wakker, weer slecht in slaap komen omdat het gewoon te warm is. En nou, ik hoop gewoon echt dat het een beetje gaat afkoelen. Dus dat. Nou, ik ga even de laatste dingetjes opruimen en dan probeer ik jullie gewoon straks ook een beetje mee te nemen als de visite er is. Even kijken dat niet de kindjes in beeld komen, maar dat is vast wel een mouw aan te knopen. Dus dat ga ik nu eventjes doen, dus dan zie ik jullie sowieso later. Maar ik zal zo eventjes de kaart laten zien en de slingers en zo. Nou, outfit helemaal klaar. Ik heb hier inderdaad hakken onder aan. Deze. En nou, gewoon een legging. En ik heb er wel zo'n broekje onder. Maar legging panty. Dus ja, ik vind het wel heel leuk. Maar het is nu toch wel een beetje warm. Maar hij mag de pret niet drukken. Deze draait steeds rond. Dus dat is uiteindelijk de outfit geworden. Zo zie je het nog net iets beter. Maar ja, wel blij mee. Ja, prima zo. Nou, dit is de leuke kaart die ik had gekregen met allemaal make-up. En dat past natuurlijk heel goed bij mij. Dus ja, dat vind ik ook echt wel super leuk. En de boel gezellig versierd met vlaggetjes. Ik heb hier nog deze. Dan moet je hier met je haar in blijven hangen, want die punten zijn best scherp. Hier nog ballonnen. Deze vlaggenlijn. En, nou, hier nog allemaal ballonnen. Die hadden jullie al gezien, de hamster. Zien, dan blijf ik weer hangen. Groot 33. En ik heb hier nog Happy Birthday. En die heb ik daar ook hangen. Dus ja, het wel super leuk vind ik het zo geworden. Mijn versiering. Wel gezellig. Ik vind het niet leuk. Hey. Hey, Lente. Ah! Nee, niet doen. Superleuk, dankjewel. Die en hij ook. Die hebben wij niet ook, die heb ik ook, ja? Nee. Superleuk, dankjewel. Wat is het? Oh, de wekker. Oh, die wekker, ja. Oh, die op Bluetooth, die maar een raar geluidje maakt. Ja, hij ging ineens midden in de nacht ging hij aan de klank. Nou nee, dat licht ging midden in de nacht aan. S'avonds. Oh, joh. Ik hoor dat deze leuk is. Oh, is dat zo leuk? Als goed is het alles leuk. Je weet niet wat het is hoor. Oh, het is een funny cadeau. Dat zie je aan mijn Jankes gezicht. Ik heb al wel tegen gezegd, wacht maar. Soms kun je beter niks zeggen. Daar heb ik al vermoeid mee. Mm-hmm. Bij Janko ook. Ja. Dat klopt. McDonald's sokken. Ik dacht een boek of zo. Ja. Ze heeft een e-reader. Je hebt geen boek nodig. Nee, en we doen het over boeken hebben. Ja, slim kind. Oh. Oh. Lekker? Ja, proost.
Maar moet je meteen twee beetjes tegelijk in, hè? Dat vind ik leuk. Ah, leuk. Wat is die? Ja. Met al dat feest. Zie je dat? Feestdiertjes. Stickers. Ja, leuk. Blijf maar door. Dat is toch leuk? Dikke pet party. Zo. Zo. Ja, en eten. Kijk, met patatjes en ijsjes. Kijk, ijsjes. Hallo, dat is weet je, Lente. Heeft mama ook, hè? Nu komt er een heel toepasselijk cadeau. Oh, no. Vooral doen wat erop staat. Nee. Doen wat erop staat. Nee. Alle minuut, is het vlogwaardig? Nee. Nee, vooral ja, wat erop staat. Wat erop staat. Nee. 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 Er staat wat op. Er staat iets op. Nee. Er staat wat op. Nee. Miss Pim. Nee. Ja, pas bij jou. Nee. Oh, dat is wel heel lekker. Nee. Miss Pim. Ja, ruikt heel lekker. Heel lekker. Heel toepasselijk. Ja. Nee. Nee. Maar dat ligt er of je maag sleept of niet. Dat is waar, ja. Dat is voor de winter lekker. Ja, dat, nee. Dat kan nu ook. Ja. Ja. Net als pantoffels. Maar goed, dan ga ik weer een andere discussie af. Je moet dat blokje bij dingen hebt gehaald. Nee. Met elkaar. Nee. Dat nee, nog echt. Niet. Nee. Vlaggetrein. Nee. Dan oh, maar lekker. Nee. Shower shake. Wel goed shaken dus. Shaken. Ja, doe je dat zo? Nou ja. Als ze dus ook zou wel een keer bestellingen kunnen vragen. Zelfs na te doen. Ja, weet ik niet, dan moet je straks wie? Oh. Nou. En de hele tas erachteraan. De hele tas. Ja, ik kan wel luisteren. Ja. Nee. 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 Zo. Ja, heel goed. Kom maar schoon. Ja, leuk. Heb je wel. Ja, zeker. Oh, hallo. Jullie zeggen waar? Nee, nee. Nee. Oh, wat een tijd! Hallo, nee. Oh, nee. Hey, wacht op je bed! Nee. Dat kan niet! Nee. Nee. Kun je ook niet zien wat zit nee, in de tas? Nee, maakt niet uit. Nee. Ja, doe je het even. Oh ja, dat is handig. Nee. Manicure. Ah, kan je ja. Nagels zeg maar mooi maken? Nee. Kijk je nou, mooi. Nee. Kijk je nou, mag niet verwijderen. Dat is toch allemaal. Altijd leuk. Ja, dank je. Ook ja, best wel. Eigenlijk. Mooi. Dat je. Kan blijven vegen. Ja, blijven vegen. Ja, dat is wel nee. Ja, jij hier een keukenrol. Hangt ook keukenrol in de ja. Keuken, hè? Wat gek dat het in de keuken hangt, keukenrol. Oh, lekker, met olijfolie. Oh, zo. Oh, ja. Opa kan mooi. Ja, dat ja. Is mooi. Ja, want ik kan voor mij maken. Ja, dat is lekker. Ja, lekker, kom er niet bij. Nee. Deze is van jou, hoor. Van jou, koffietjes. Oh, die is wel heel leuk, ja, met die. Nee. Ja. Hartje, oh. Oh, ja! Zo. Dank je. Zo. Oh, een drinkje drinkt op. Oh, ja, dat is vodka, hè. Uh-oh. Opa, is dat wel oh, ja. Oh, ja, lekker. Oh, leuk, ja. Ja, hij is ook. Oh, die mag je meekopen. Nee, die hadden mama Lente gekocht. Ja, oh. Ja, Lente had even gefixt. Oh, nee. Die komt zo. Wat leuk. Ja, dat komt goed. Oh, Sabine, je moet weer geld vragen. Ja. Sabine, je moet geld vragen. Je benen staan op de vlog. Je moet weer geld vragen bij Angela. Ja. Hey, ja. 10 euro per been. Hey, hallo, begin. 10 euro per been? En dat per minuut, per seconde, per uur. Dat is... Oh, niet op de Danny Lewinsky tour. Ja, dank je. Dank je. Alsjeblieft. Ah, super leuk. Ja, goeie. Ja, alsjeblieft. Mooi, die is leuk. Alsjeblieft. Hallo. Kan je nagaan, dat komt op. Nou, dan leg je het vandaag niet uit, want het gaat toch weg. Ja, het gaat vandaag nog wel goed. Ja, fijn.
Als je nou bij mij een schuur krijgt, zo'n bed. Nee, je moet, mag wel daar houden. Hoor. Super leuk. Ja, dankje. Dankje. Markeerstiften. Markeerstiften. Maar je hebt er plus 1 bij. En hier kun je pennen. Oh. Superleuk. Leuk, leuk, leuk. Zo. Wacht gewoon. Gooi het hier. Dit is heel soft. Zacht. Stuitenbal. Klinkt als McDonald's. Oh, hallo! Dit is wel geniaal! Oeh, scrunchies! Oeh, die zijn lekker zacht! Ja, en zacht. Ja, zacht hè? Dit is paars. Even heel goed hoor. Wat is paars? Komen die bij jullie uit de douche, Lente? En? Ja! Dit is er! Dit is heel mooi wezen! Die is leuk! Superleuk. Die mag jij geven. Een zak dat kreuk doen. Wil je die geven? Dankjewel. Dat is het kreukje van jou en Jara, hè? Hoe heb jij dat? Alles doet deze. Ja, echt? Wat goed. Heb je het al ingepakt? Wat vroeg je aan haar? Heb jij dat uitgezocht? En ze knikt ja. Ah, maar nooit niet. Liegbeest. Oh. Wat zeg maar nou? Leuk woord. Liegbeest. Zachtjes. En draai hem zo, zo eruit. Oh, wat superleuk! Je hebt een goeie. Oh, ja. Oh, dat is echt lief. Een leuke, schattige leuk. Nou, leg maar op tafel. In een mok of zo. Hallo. Be careful, nog steeds. Oh ja, dit is breekbaar. Leuk zeg. Nou, bloed, zweet en tranen. Ja. Ja, maar ik heb uiteindelijk die niet gebruikt. Zit een ander in. Oh, zit een ander. Oh, die spreekt ook. Oeh. Ja. Heel leuk. Andersom, andersom, andersom. Nee. Zo. Ja, die is veel leuk. Oh, wat leuk. Je hebt onderzetters gemaakt. Fijn dat je dat gelijk ziet. En frisbees. Oh, heel leuk. Oh, dit is Mario. Mario. En Luigi. Ik wist dat niet, Luigi. Dat is niet Luigi. Oh, weet ik dit is de paddenstoel van Mario. Paddenstoel, dit hebben Luigi. Nee, dit is een power-up. Oh, dit is ook een naam. Ja. Dit is de Thor. Oh ja. Ja, 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 ja. Leuk idee. Die andere van Mario is ook Luigi. Goed. Ze blijven gewoon goed. En dat is de onderkant. Oh my god, dit is leuk. Wat weet je? Yippie! Ja, superleuk. Echt heel leuk gedaan. Ja, wat gaaf. Ik ben inmiddels weer alleen. Iedereen is weer weg. Het was echt heel gezellig, maar ik voel me een klein beetje verdrietig. Een beetje alleen nu, maar dat komt ook wel weer goed. Jara was hier natuurlijk nu eigenlijk voor... Ja, ze is hier één keertje binnen geweest. Toen was ze echt nog nul. Ja, nu is ze natuurlijk groter. En ik moet even wat dingen weghalen, want de katten zijn een beetje onrustig, want ze zijn het niet gewend. Mijn moeder had nog wat dingen gehaald. Even stofzuigerzakken. Ik kreeg nog een mooi lopertje van haar, een zwarte. En een nieuwe snukkel nog erbij. Dat vond ik heel leuk, van Nijntje. En nog 6 pakjes met voor opschuimmelk. Dus dat even opruimen. En ik kreeg van mijn moeder ook nog heel lief een pakje zwarma. Dus dat is super lekker. Er is nog wat taart over en zo. Maar ik ga dat heel even opruimen en dan zal ik even laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Nog een nieuwe pannenkoekplant, want die van mij is helemaal kaal gegeten. Dus nu heb ik een nieuwe gekregen. Dus nu moet ik goed uitkijken dat tijgertje er niet bij komt. Daarom staat hij op de slaapkamer. Dan heb ik deze kaart van mijn vader en zijn vriendin gehad. Deze van Nathalie, die had ze zelf gemaakt. En deze hele leuke van mijn moeder.
Zal ik eventjes de cadeautjes pakken? Want ik heb, oh ja, deze hele mooie tekening van Lente. Dus die moet ook weer even een plekje krijgen. Leuk hoor, dat ze altijd zo lief voor me aan het tekenen is. Dan heb ik deze leuke kaars gehad. Dat is een geurende kaars van Miss Pink. Heel leuk. Hij ruikt echt ook heel lekker. Dan heb ik hier een tasje. Net. Hier zit nog in een manicure set. Een nieuwe, die had ik gevraagd. Heel fijn. Nog een cadeaukaart van de Action. Nathalie had voor mij zelf gemaakt onderzetters. Heel leuk. Allemaal van Mario. Dus deze. Dan moet ik eventjes allemaal een beetje aan de kant. Die. Dan hebben we hier Mario. En dat paddenstoelenmannetje. De ster. Dan hebben we hier Luigi en hieronder Joshi. Dus wel echt super leuk ook. Dus dat helemaal zelf had gemaakt met een houdertje erbij. Van helemaal van strijkralen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik zet even om in het tasje. Dat doe ik even terug. Dan zal ik even de andere tas leegmaken. Ik had ook deze super leuke tas gekregen van mijn moeder van Mickey Mouse. Echt super leuk. Dan heb ik deze wekkerradio gehad. Ook heel tof. Ik denk dat het de witte is, maar moet ik even kijken. Ik zal ze even openmaken. Deze had ik van de vriendin van mijn moeder gekregen. Een lekkere dolf. De zon schijnt er nu op. Ik had deze ventilator gekregen van mijn moeder. De handventilator. Van Nathalie heb ik deze leuke pennenbak gekregen. En oh ja, ik heb nog een pennetsok gekregen. Drie leuke scrunchies, ook met nijntje erop. Echt super leuk, ook heel lekker zacht. Twee leuke stickerboekjes met voedsel en diertjes. Ook nog deze leuke nijntje markers van Nathalie en van mijn moeder en mijn oma samen. Deze leuke Super Mario Wonder Bros game, die had ik ook gevraagd. Dat is echt super leuk. Dan moet ik mijn eigen cadeautje straks nog uitpakken. Oh, wacht. Ik heb nog deze lekkere shower gel. Shower shake gel gekregen. Body wash is die ook nog. Ik ga even wat opruimen. Even een doekje over de tafel heen. Mijn moeder wilde wel even opruimen. Maar ja, ze wil allemaal ook wel op zich weer naar huis. Dus dat ga ik allemaal eventjes doen. En dan ga ik strakjes lekker eten bestellen. Maar ik vlog nog wel even iets langer door. Maar straks denk ik eerst ook even lekker douchen. Want dat vind ik ook altijd wel lekker. Dan kan ik daarna even eten bestellen. Dus ja, ik pak dan straks nog even mijn eigen cadeau uit. Heerlijk gegeten. En toen dacht ik, het is nu nog een beetje licht. Het is nu al tijd om mijn eigen cadeautje open te maken. Ik heb gewoon na het douchen mijn jurk nog even aangetrokken, want het voelde toch een beetje feestelijk nog. Ik heb sieraden gekocht. Mocht je mij langer volgen, dan weet je dat ik fan ben van Zinzi. En het openmaken gaat weer fantastisch. Het is echt helemaal fijn. Even kijken, ik haal ze even uit.
Ja. Nou, ik heb ook het magazine erbij gekregen. Het is een zomermagazine. Voor mij kostte die normaal ook nog geld. Er staan als, ook de sieraden in, mode. Zo'n blad kost €5,95. Vind ik best veel. Nou, dan krijg je er altijd een cadeautasje bij, als je het cadeau wilt geven. En dan zit het gewoon in een leuk doosje. Dan ga ik het even... Ja. Hoe ga je dat open krijgen? Oh, dat is ook moeilijk. Zit het gesield? Nou, ik kan me haast niet voorstellen. Normaal gesproken moet je het zo eruit kunnen duwen. Op de een of andere manier. Lukt die andere wel? Oh! Wat een domme koe ben ik ook. Ik zit hier gewoon een opening natuurlijk. Ik zit te duwen, maar dat hoeft helemaal niet volgens mij. Ja, zie, je gaat hier gewoon open. De Lexlin. Want, wat heb ik gekocht? Een nieuw armbandje. Die van mij die was kapot natuurlijk gegaan. En ik mis het heel erg een armbandje om. Toen heb ik een nieuwe gekocht. Nu ik ernaar kijk, is die ook nog wel vrij fragiel. Ik dacht dat die iets anders zou zijn, maar ik vind hem wel heel mooi. Ik denk op zich, het zijn schakeltjes. Ik denk gewoon, als je het maar voorzichtig mee doet, dat het best wel goed zal gaan. Dat is die. Maar ik had nog iets. Want ik mag inmiddels ook mijn oorbellen mag ik vervangen, die ik als laatste had bijgenomen. En nou had ik nog één setje extra oorbellen liggen van de Shinsie en daar wilde ik graag een setje bij. Die heb ik ook gekocht. En het zijn kleine hartjes geworden. Ik heb eigenlijk nu de hartjes gekozen. Ik wilde in eerste instantie sterretjes doen. Dat vond ik ook heel leuk. Alleen die sterretjes waren nog vrij groot op het plaatje in het oor. Misschien staan ze in de broek. Ik kan even kijken. Ik weet het niet hoor. Er staat zoveel in natuurlijk. De zons en ja, de sieraden en zo. Ik zie hier wel wat dingen staan. Wel oorbelletjes, maar niet de sterretjes staan erin. Dat is een beetje jammer. Nou, het maakt op zich ook niet heel veel uit. Mijn eigen oorbellen die ik heb staan er ook in. Wel leuk trouwens om zo even door te bladeren. Ik zie ze zo even niet staan. Toen dacht ik, die zien op het plaatje nog best wel groot uit. Laat ik dan voor de kleinere gaan. En toen heb ik dus de kleine hartjes gekozen. Het zijn dus een vrij kleine oorbelletjes. Maar ik heb dus zelf nu al... Ik heb ze nu dan niet in. Ik heb van die V'tjes en zo langwerpige. Dus ik dacht, dan passen die kleintjes er wel mooi bij. Dat sterretje, als het zo groot in je oor zit, het is ook wel mooi als dat klein is. Dus dat kan ik ook allemaal gaan vervangen. Dus dat had ik voor mezelf gekocht. En nu ga ik zometeen eventjes lekker koffie maken. En dan eventjes naar Alberto Stegeman kijken. Want dat ja, vind ik ook altijd wel interessant. Maar dan zijn we in ieder geval een cadeautje uitgepakt. De eerste chocoladeletters zijn ook een feit. Mijn ouders hadden allebei hetzelfde idee. Mijn moeder die had er al in gekocht en mijn vader dus ook. Nathalie zat al de hele tijd, ik wil chocoladeletter, maar die kon ze dus niet vinden. Dus nu hebben we er gelijk twee. Dus wel hartstikke lief dat we die ook alweer weer binnen hebben. Dat was wel, wel grappig. Zo, ik heb nog even lekker een drankje. Proost op mijn eigen verjaardag. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van de leuke middag en eigenlijk de leuke dag die ik heb gehad. Ik heb Alberto Stegeman gekeken en eventjes de Alleskunner. Ik heb nog even Disney Dreamlight Valley gedaan. En nu ga ik eventjes mijn foto's bewerken en even mijn nagels lakken. Ik moet even dit eraf veilen, die randjes. En dan kan er een nieuw lakje op, want die lak was ook helemaal lelijk geworden. En dan ga ik straks lekker mijn Netflix serie kijken en zie je zij. Dan ga ik naar bed om mijn boeken te lezen. Dan ook wel weer slapen. Maar het was wel heel leuk om zo'n keer de verjaardag ook echt op de dag zelf te vieren. Want dat gebeurt niet zo vaak dat dat kan. Dus het was nu wel echt super leuk. En ja, nogmaals, ik heb een hele leuke dag gehad. Dus ik ga nog even genieten van de laatste tijd dat ik nog eventjes jarig ben. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Dus bij deze zou ik dan gewoon zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is vandaag 9 september en ik ben klaargemaakt. Nog een beetje moe, ik ben wel wat bijgekomen, maar ik heb ook echt als een blok geslapen aan een stuk door. Dat was wel fijn, want ja, ik merkte ook best wel dat ik moe was. Maar ja, gewoon natuurlijk genoten van een superleuke dag. Ik heb mijn nagels gisteren gelakt. Ik zal even het nagellakje pakken.
Want dat had ik nog eventjes gedaan. Die staat nog hier. Ik ben ondertussen ook lekker aan het luchten, alles. Want de temperaturen gaan deze week lekker wat naar beneden. En ik denk ook niet meer dat het daarna warm wordt. Maar, nou, dat is wel fijn. Ik heb nu deze op van die Poolside of Life collectie. En het valt me echt mee met de dekking. Er zitten twee laagjes op, maar kijk even hoe mooi die dekt. Ik had het minder verwacht of zo. Naam kan ik zo weer niet lezen, want het is dan witte tekst. Wacht even. Zaklampje erop, dat werkt vaak. Oh, C03 Purple Skins. Dus dat is die. De foto's zijn klaar met bewerking. Ik moet alleen nog een swatch maken, want ik kwam er dus achter dat ik dat vergeten was. Maar ik weet wel waarom, want het is een concealer en dat was met een kwastje. En ik moest eerst kijken of al die foto's goed waren. Ik denk, als ik hem nu ga gebruiken en die foto is niet goed, dan zit dat kwastje al onder die concealer. Toen ben ik lekker Netflix-serie gaan kijken. Helaas nog maar 2 afleveringen, maar was super spannend. Echt een super serie. Ik hoop eigenlijk ook nog wel dat er een seizoen 2 komt, al zal dat natuurlijk heel lang duren voordat dat online komt. En daarna zie je zij, maar ik was een beetje in de war, want ik had natuurlijk donderdag een aflevering gezien. En ik was helemaal eigenlijk in de veronderstelling dat het verder zou gaan, omdat het van mij eigenlijk een einde was die niet afgesloten was. Maar het ging dus niet verder. Er stond ook niet bij hoor, bij die aflevering van To Be Continued. Maar ik dacht echt, dit moet een vervolg krijgen. Dit is niet afgesloten. Maar dat ging er dus niet, want er was nu een hele andere aflevering. En dat vind ik soms verwarrend bij CSI. Dat ik dan denk van, er komt nog wat en dat is dan niet zo. Maar dat was wel leuk. Daarna ben ik naar bed gegaan, heb ik lekker even mijn boek gelezen. En toen ben ik ook eigenlijk wel gaan slapen. Want ja, wat ik zei, ik was best wel moe. Ik heb nu een beetje last van mijn buik, ik weet het niet. Een beetje gek gevoel of zo zit erin. Ik kan niet verklaren wat het is. Misschien een beetje van het eten of zo van gisteren. Ik weet het niet zo goed. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik ga hier zo lekker de boel doen. Ik heb nog de kwasten gewassen. Dat ga ik jullie even laten zien. Wat ik kon wassen op dat moment. Ik moet nog wel even een klein deeltje doen. Want ik moest natuurlijk nog wat gebruiken. En dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Ik ga de vaatwasser even aanzetten. De laatste dingetjes erin, dan kan die aan. Want die zit nu gewoon alweer vol natuurlijk. Omdat er veel gebruikt is gisteren. Maar dat is ook goed. En dan heb ik alles weer lekker schoon. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan ga ik gewoon even lekker aan de gang. Dus muziekje aan en gaan. Ik ben weer lekker klaar. Alles is schoon. De gang, de douche, kattenbak is schoon. De bakjes zijn weer schoon. Dus dat is allemaal weer heerlijk. En nu zit ik eigenlijk te wachten op de regen die komt. Want nu is het lekker betrokken en er waait ook wat meer wind. Dus ik denk dat er straks lekker een bui aankomt. En dat zou wel heel fijn zijn. Als je dan de komende dagen een beetje kan luchten, dan is de warmte straks hopelijk zo weg. En dat is gewoon weer heel aangenaam. En dan hopelijk met de tijd ook de ventilatoren weer omhoog. Want vind ik ook wel, het neemt altijd best wel wat ruimte in. En het is gewoon altijd lekker als het ook weer aan de kant is. Ik ga nu in ieder geval even lekker wat drinken en even relaxen. Want ik heb een hele droge mond en ik heb een beetje dorst. Dus dat ga ik zo eerst even lekker doen. Dan straks lekker douchen en eten. En dan vanavond weer lekker goede tijd en BNB vol liefde. En mijn moeder is ook weer bij, dus we kunnen nu weer... wij noemen dat samen kijken. Het is natuurlijk niet, maar we kijken allebei in ons eigen huis. En dan kunnen we tussendoor een beetje erover praten. Dus dat is altijd wel leuk. Vorige week had ze wat meer visite, dus toen heeft ze een paar keer niet kunnen kijken. Dus dan kun je er ook niet echt over hebben. Maar ik vind het altijd wel leuk. Ga even lekker een spelletje doen. En dan ga ik lekker mijn video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. En dan ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie en CSI.
Ik weet nou niet of ik het had verteld, maar ik had van Nathalie dus ook, had ze van strijkralen een hele mooie fototoestel gemaakt. En daar had ze een foto ingeplakt van de meisjes. Maar die kan ik niet laten zien, want hun gezichtjes mogen uiteraard niet in beeld. Dus dat kan ik niet laten zien, maar het idee was ook echt superleuk. Dat was dan het cadeautje van de kindjes. Echt superleuk gedaan. En ja, gewoon heel leuk. Die heb ik ook leuk neergezet. Maar dat wilde ik in ieder geval even vertellen, want ik wist dus niet meer of ik het had verteld. Goed, ik ga nu lekker eventjes lekker wat drinken en relaxen. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 10 september. Ik ben klaargemaakt en ik heb mijn lange mouw uit de kast gepakt. Ik heb ook mijn armbandje om. Die had ik zondagavond al omgedaan. Maar ja, het is ineens 18 graden. Dus het is goed afgekoeld. Wat ik wel heel lekker vind. Ik vind dit zo gezellig, die herfst nu. Maar dit zijn ook wel van die... Het weer is wel zo dat je hier ook wel een beetje ziek van kan worden. Omdat je van best wel hogere temperaturen naar ineens super laag gaat. Dus je moet je daar best wel aan aanpassen. Maar goed, ik heb lekker lange mouwen aan en het is prima. Ik heb nog wel even het raam iets open zodat het een beetje kan doorlichten. In de hoop dat echt de temperaturen er ook nu echt een beetje uitgaan. En dan vind ik de herfst ook wel weer echt super gezellig. Het is wel echt een van mijn lievelingsseizoenen ook. 10 september is hier altijd ook een beetje een dubbele datum, want het is de sterfdag van mijn opa. Hij is 13 jaar geleden overleden. Ja, daar sta je toch altijd nog wel eventjes bij stil. Vooral omdat het eigenlijk toch best nog wel abrupt was. Maar ja, voor hem is het denk ik op zich was het ook wel goed dat hij er niet meer was. Want hij had ook ja, beginnende... Alzheimer, maar daar werd toen die term nog niet echt aangegeven, zeg maar. Dat is heel gek, want het bestaat natuurlijk al jaren, maar er werd toen nog niet direct de term aangegeven. En hij heeft altijd gezegd, ik wil geen 80 worden. En dat is hem gelukt, want hij ja, was 79 toen hij overleed. Hij zou een maand later 80 worden, maar nou ja, je blijft er toch altijd even bij stilstaan. En ja, je denkt er toch weer eventjes aan. Er is gisteren ook bekend geworden dat Ajax wederom niet gaat spelen het weekend. Politiestakingen, dus de burgemeester van Amsterdam heeft gezegd, ik verbied de wedstrijd, dus er wordt niet gespeeld. Vind ik wel weer heel jammer, want het is nu al de derde week op rij dat er geen Ajax is. En ja, ik vind het zelf gewoon heel erg leuk. Als je zelf niks met voetbal hebt, snap ik ook dat je het niet zo heel veel interesseert. Maar ik vind het wel super leuk, dus ik vind het ook wel super jammer. Het zal weer wel weer lastig worden om een nieuwe datum te prikken. Gisteravond heb ik gewoon weer gekeken naar Goede Tijden en daarna naar BNB Vol Liefde. De laatste dagen zijn nu aangebroken en ik merk altijd dat als je op het einde komt het een beetje afgeraffeld wordt voor mijn gevoel. Ik heb nog even een spelletje gedaan, toen heb ik mijn video in elkaar gezet, de thumbnail afgemaakt en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik lekker verder gegaan met mijn Netflix serie, vanavond helaas de laatste aflevering. Ik heb het dus net niet goed getimed, want Emily in Paris begint donderdag pas. Dus... ja, goed bezig. Maar goed, moeten we maar even kijken. Misschien is er nog wel een miniserie of zo. Kan het ook laten kijken. Emily in Paris is niet zo heel erg, maar je vindt het leuk om door te kijken. En daarnaast Zie je Zij, maar dat vond ik weer een beetje een vreemd einde. Ik weet niet, Zie je Zij heeft daar echt wel een beetje een handje van om vreemde eindes te hebben. Maar goed, toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Vond ik ergens ook een beetje emotioneel of zo. Een beetje ja, de tranen bij. Heb ik niet zo heel vaak bij het boek, maar soms overkomt het me. Toen ben ik lekker gaan slapen. Ik ga nu even stofzuigen in de boel doen. En dan ga ik mijn video opnemen voor zaterdag. En dan gaan we daarna weer eventjes lekker diamond painten. Dus dan neem ik jullie weer even mee. Ik heb zin om er weer mee verder te gaan. Ik vind het nog steeds een superleuk iets om te doen. Ik word er lekker ontspannen van en rustig. Lekker muziekje erbij aan. En het is nu heerlijk aan het regenen. Dus ik zeg alleen maar gezelligheid zo met dit weer erbij. Goed, ik ga wat doen en dan neem ik jullie straks nog even mee. Thank you.
Zo, ik ben klaar. Ik heb een beetje lichte hoofdpijn. Ik heb het raam nu ook dicht gedaan. Het werd nu wel erg fris. Het heeft al even iets doorgewaaid, maar of het echt heeft afgekoeld, dat weet ik niet. Nou, video opnemen ging goed, maar ik had eventjes een situatie, want ik was ging diamond painten en er zitten altijd van die scheurrandjes aan die zakjes. Nou ja, die moet je dus gewoon helemaal niet meer gebruiken, want het hele zakje sprong open. Dus het was overal steentjes. Gelukkig wel op tafel. Dus als het goed is heb ik ze nu allemaal wel weer bij elkaar. Maar dat was wel eventjes een dingetje dat ik dacht van jakkers, wat gebeurt er nou? Ja, het is me al wel eens eerder gebeurd. En je doet er niet heel veel aan, maar het is altijd een beetje vervelend. Maar goed, het was op zich wel even leuk om ermee bezig te zijn. Maar goed, nu hebben de katten net lekker gegeten. En nu ga ik zo even lekker relaxen. Ik heb het gewoon een beetje koud nu. Maar dat komt goed. Dus ja. Nu kan je ook weer meer... tenminste, dat heb ik altijd. Ik kan me dan weer meer verheugen op lekker een douche straks. Die dan lekker warm is. Ja, dat vind ik heerlijk. Vanavond ga ik gewoon lekker weer kijken naar Goede Tijden en B&B Vol Liefde. Spelletje doen. Vlog afmaken. Met in elkaar zetten. En dan ga ik mijn blogpost foto's bewerken. En dan ga ik de allerlaatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Wat ik nog steeds jammer vind. En dan weer naar CSI kijken. En lekker lezen en slapen. Ja, op zich aan de ene kant denk ik, het was wel een lekkere middag. Maar ik vond de voldoening niet echt. Maar dat komt ook wel weer goed. Want ik vind normaal juist altijd wel lekker dit soort dagen ertussen. Maar ik weet niet. Misschien gewoon toch op het een of andere manier dat het niet helemaal ging zoals ik wilde. Oké. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik denk dat hij wel weer wat langer is geworden. Maar ja, ik vond dat het wel leuk om mijn verjaardag iets langer door te vloggen. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!